Dit weekend was de eerste weekend met de QR-codes. Wat vind je daarvan? Ik ben het niet mee eens. Het is een beetje discriminatie, maar we moeten eigenlijk kijken naar iets wat voor iedereen gewoon netjes is. Want nu word je eigenlijk gediscrimineerd, mag je iets niet doen. Terwijl jij eigenlijk gewoon nergens last van hebt, moet je zomaar verplicht vaccinen gaan nemen. Wat ze zeiden wat niet verplicht zal worden. Dus slecht, eerlijk gezegd. Voor wat heb je dat nodig? Ja, wat vind ik daarvan? Ik had het liever zonder gezien, denk ik. Want het is een beetje een soort van, er worden mensen gedwongen, denk ik meer. Dus nee, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik vind het wel jammer. Al dat gezeur elke keer, bah. Waarom? Ja, gewoon, ik ben dan een beetje snel. Als iedereen een keer corona heeft gehad, dan is het ook allemaal voorbij, denk ik daar. Ja, helemaal niet fijn, want ik kon nergens meer naar binnen, weet je. Ja, is toch wat minder, hè? Ja, nou, ik vind het fijn dat we in ieder geval weer wat kunnen doen. Maar ik vind het wel onzin al eigenlijk, maar goed, het is voor iedereen anders. Ja, nou, gewoon, dus je moet elke keer telefoon erbij pakken en dat, weet je wel, dat is toch niet lastig. Maar goed, ik heb vaccinatie, dus ik vind het helemaal goed. En behoudt het jou dan ook om naar de horeca te gaan? Weet je, ik ben gevaccineerd, dat zeg ik eerlijk, maakt mij ook niet zo heel veel uit. Dus ik hou me er niet echt mee bezig, van we moeten nu een QR-code laten zien. En het was, nou ja, met uitgaan was het sowieso al dat je moest laten zien. Dus ja, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind het wel erg dat het nu zo moet. Maar ja, ik hou me er niet echt mee bezig of zo. Nee, ik ga ook niet meer uit. Want ik ga niet elke keer mij laten controleren. Alleen maar om iets te gaan drinken bijvoorbeeld op het terras. Ik ga niet. Hoeft niet. Ik ken genoeg plekken, dus waar je nergens nodig voor hebt. Het wordt toch een stuk minder leuk, denk ik. Als je ook zoveel moeite moet doen om naar binnen te kunnen voor naar de wc of iets. Ja, denk het wel.